vorige keer was het toch wat langer. Ja, en dan het nieuws van vandaag van de dames, hè. Suzanne. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Nou, eerst even het winterwonderland. Voordat we gaan naar de krant. Koud. Ja, en toch heb ik de indruk, maar ik weet het niet. Zo lang ben ik niet buiten geweest, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat het gisteren kouder was eigenlijk. Geen idee. Ah, ja, het maakt er weer koud is koud en zo is het. Dus even Suus, ben je echt helemaal ingepakt ook en zo? Ja, echt een sneeuwpopje. Ja, precies. Nog iets leuks meegemaakt van het weekend? Nou, gisteren weer het eten geweest met Daniel. Ja, jullie nemen het er wel van, zeg. Ja, dat is wel leuk. Ik moet ook vaker uit eten gaan. Nee, ja. Mooi doen, dat is leuk. Gewoon een beetje bankzaken gedaan. Oh, ja. 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 Sorry, net wakker. En Miranda, hoe loop jij erbij dan? Ik heb een hele dikke jas aan. Echt een hele dikke jas, maar verder niet. Ja, ik ben er wel wat, maar... Nee, dat mag ik hopen, ja. Een soort potloodvenster. Maar ja. Even qua winterwonderland, hoe ziet het eruit? Is het echt helemaal wit daar in Zeeland, of niet? Nee, ik heb alleen zaterdagmorgen een paar vlokjes sneeuw gezien. Het is hier wel wit qua vriezen op de auto, maar verder niet. Oké, precies. Even krabben en dan gaan jullie. De heldinnen van de ochtend en ook de helden. Dat geldt voor iedereen die kranten bezorgt of op welke wijze dan ook buiten moet zijn. Succes allemaal. Ik denk aan je terwijl ik hier binnen zit met een kopje thee erbij. Heerlijk. Oh. Het nieuws van vandaag. Wat staat er in de Telefaag, Suus? Ja, heel groot op de voorpagina, drugskind aan de schandpijl. Want leerlingen die opofferen rond school drugs gebruiken of verhandelen, die moeten aan de schandpijl. En minister Opstelt die heeft gezegd dat hij er geen probleem mee heeft. Dat die kinderen die dan verdovende middelen gebruiken of verhandelen. En met name toenamen bekend worden gemaakt bij de ouders, leraren en medescholieren. En ook zegt hij dat hij het belangrijk vindt dat de scholen de politie inschakelen. Want soms doen scholen dat niet, omdat ze dan bang zijn voor reputatie. Maar hij vindt dat het wel moet, alleen hij denkt nog niet aan een meldplicht. Oké, maar misschien heb ik op een hele slechte school gezeten of ben ik gewoon zelf een hele slechte. Maar ik bedoel, er zijn toch best wel veel jongeren die drugs gebruiken op school? Ja, ik denk het. Denk ik dat? Misschien is het echt mijn slechte opvoeding geweest, maar... ik denk alleen maar van, er valt nog wel het een en ander aan de schandpaal te nagelen. Ja, kijk, sowieso, dat vind ik wel echt gasten die dealen op school en zo, die echt opzouten. Yeah. Mm-hmm. Maar ik bedoel, een beetje blowen. Ik heb het denk ik een half jaar gedaan of zo, laat ik er eerlijk in zijn. Yeah. Dat ik echt op school ging blowen. Maar ik op een gegeven moment dacht ik echt van ja, sorry, maar het slaat gewoon nergens meer op. Weet je, ik zit hier in een lokaal en ik zie daar iemand voor de klas staan, maar ik weet eigenlijk niet meer wat er gezegd wordt. Nee. Toen ben ik niet gelijk opgehouden met blowen en zo, maar ik dacht wel, ik doe gewoon na school begin ik pas met blowen, weet je. Nou, heel goed. Dat vond ik heel verstandig van mezelf. Ja. Op school blowen, echt, man. Ik heb een tijd gehad, ik moet er nog altijd wel aan denken als het maandagochtend is. Dat ik op maandagochtend altijd met een vriendje ging afspreken. Ja. En dan gingen wij maandagochtend, voordat we naar school gingen. We hadden de eerste twee vrij zo. En dan gingen we voor school gingen we blowen. Jeetje. Ah, jongen, het sloeg helemaal nergens op. Gewoon echt dat ik daar echt gewoon kotsen bijna. Dan gingen we natuurlijk zo lang mogelijk de rook in halen. Oh. Als ik eraan denk ook al, vreselijk. Maar aan de schandpaal door mij inderdaad. Ja, schorrie morrie is het. Allemaal moeten ze aan de schandpaal. Oké, wat heb jij, Miran? Ik heb het AD gekozen. Want daar staat dat Nederland zich mag opmaken voor een ijskoude week. En ja, daarbij moet het verkeer heel erg gaan oppassen. Maar schaatsliefhebbers die kunnen volop aan de bak. En dan ja, vooral vanaf woensdag kan er een koude wind gaan waaien. En die kan zorgen voor een gevoelstemperatuur van min 15. Min fucking 15? Ja, min 15. En ja, dan vooral voor de ANWB is er dan werk aan de winkel. Want ja. Er waren afgelopen weekend ook al 1500 hulpvragen meer dan normaal. Ja, natuurlijk ja. Mensen die daar... Ik zag ze ook weer staan langs de kant van de weg. Ja. Godsamme, ja. Oké, ja, vandaag is toch ook de eerste marathon al op natuurijs? Ja, volgens mij in Groningen was het al open. Ja. Friesland hebben ze ook al geschaat. Nou ja, laat maar even weten hoe kerst, hoe winter het bij jou is. SMS maar naar 3333. Waar moest je krabben en van die dingen? SMS 3333 voor winterse taferelen. Maken we er een mooie aanzichtkaart van. Maar is er ook leuk nieuws, is de vraag, Suus? Ja, nieuws over een 56-jarige man uit Utrecht.
Want hij was afgelopen weekend in Holland Casino. En hij had 4 euro in de speelautomaat gegooid. En daarna werd hij ineens door iedereen gefeliciteerd. En hij snapt het dan niet van, waarom feliciteert iedereen mij? Ineens werden mensen massaal vrienden met hem, terwijl hij eigenlijk nooit aanspraken had. Heel vreemd was dat. Het leek dat hij gewoon een miljoen had gewonnen. Een miljoentje? Een miljoen euro, Shit zeg, maar komt er dan een miljoen uit zo'n kast? Ik denk het, ik weet het niet. Die staat er gewoon een dag te tetteren dan, denk ik. Dat is helemaal niet normaal, zeg. 1 miljoen... ik weet niet hoe dat eruit komt, maar in ieder geval had hij heel snel zijn familie uitgenodigd voor een champagnefeest daar. En verder zegt hij van, ik ga niet heel veel veranderen, maar we gaan niet ineens een nieuw huis en boot en zo kopen, maar ik wil gewoon... de kinderen en de directe omgeving een mooie toekomst geven. Mooi gezegd. En misschien stoppen ze wat eerder met werken, dat wel. Ja. En misschien dat hij ook nog even tot de conclusie moet komen. Oh ja, kut, en ik moet de helft aan de belasting geven. Ja. Dat is ook de tijd als een ding. Tuurlijk. Ja. Maar goed, maar hij had er dus heel weinig in gegooid. Ja, 4 euro. 4 eurotjes. mooi verhaal. Oké, en wat heb jij, Miran? In Nieuwkoop zijn afgelopen week 15 piepkleine kuikentjes geboren. En waarom is een raadsel? Want het is niet echt lenteweer op dit moment. Maar ondanks alle barre omstandigheden heeft de moeder de eieren warm kunnen houden. Ja? En die zijn niet dus uitgekomen. Maar in de kou kunnen ze niet overleven. Dus ze hebben ze meegenomen naar de vogelopvang en lekker op een warme kruik gezet. En in de lente mogen ze weer naar buiten. Nou ja zeg. ja. Het is toch rare toestand in de natuur. Ja, we dus verkeerde datum gekregen. Maar op een kruik, die moeten toch altijd onder zo'n lamp dan? Het is gewoon lekker warm. Gewoon lekker warm, ja precies. Ja. Gewoon, ja. Nou, die gaan de kerst wel overleven, denk ik toch? Ja. Dat moet wel lukken. Oké, dames, succes met de harde tepels en alles wat ermee te maken heeft. Ja. Het wordt me echt zo'n week dan inderdaad, als ik dat zo hoor van jou, Miran. Ja. Nou goed, dat komt later wel. Tot morgen en... Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Als ik morgens wakker word en de radio geer aan. Hey. Ja, toeter was een beetje bevroren. Even een winterwindje. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, Giel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Good morning. Goedemorgen, Giel.